beste Jeffers en welkom op de 25e editie van het Jeugdfilmfestival. Ik ben jullie Jeff-reporter, live van op de maan. Natuurlijk ben ik niet echt op de maan, maar ik ben bij de Chroma Key. Een van de labochefs, dat een van de vele labochefs is hier op het Jeugdfilmfestival. En blijf ook zeker kijken voor een interview met Aagje Dom, een van de actrices die onder andere heeft ingesproken in Stip en Vlek. Wat heb je allemaal van labochefs allemaal al gedaan? Mezelf bekijken in 22 dimensies, daar met dat klein huisje, daar met die greenscreen en die jas. Ineens moest u voice acting gaan doen voor een film dat 3+ is. Is dat ook nogal een moeilijke aanpassing? Ik vond dat heel moeilijk. Ik moet altijd jonge springveldjes spelen en altijd druk. En hier moest ik, schoon, hè, hier moest ik echt heel rustig vertellen. De mama ineens in mij naar boven halen. Gelukkig kon ik mij een beetje inleven. Maar ik vond dat wel even moeilijk, maar ik vond dat wel heel leuk. Ik ben altijd zenuwachtig. Zeker als ik in de studio weer een beetje iets nieuws moet doen. Dat zijn altijd wel gezonde, gelukkig gezonde zenuwen. Maar ik heb er altijd wel een beetje. Je bent ook acteercoach hier op het Jeugdfilmfestival in een van de workshops. En ik vroeg mij daarom ook af hoe dat de workshop is verlopen. Nou, dat ging heel erg goed. Ik vind het echt heel erg leuk om hier de workshop te doen met die kinderen. We hebben er nu 2 gehad hier in Antwerpen. Eentje met kinderen van 7 tot 9 en eentje van kinderen volgens mij 9 tot 11. En het leuke is dat de verschillende leeftijden weer de verschillende dynamiek met zich meebrengen. Maar er lopen wel talentjes rond. Dat is ook leuk om te zien. Heeft u anders nog een laatste tip om nog door te geven aan jong talent in het acteren? Nou, geniet er vooral van en durf gewoon binnen het filmen altijd jezelf te zijn en daarbinnen te zoeken hoe je niet jezelf bent.